Yo, ik ben Thomas van Goetem en straks ben ik de gast bij Noah's Kids Hit. Zeker kijken dus. Boys en girls, leuk dat je weer kijkt naar Kids Hits. Sinterklaas is in het land en we maken deze week een speciale Sint Kids Hits uitzending. Boordevol, vrolijke liedjes en natuurlijk komt er ook een muzikale gast en dat is deze week Thomas van Goetem. We gaan ropeskipping uitproberen en volgens mij kan Thomas dat supergoed, maar dat zien jullie zo meteen. Thomas, welkom hier bij Kids Hits. Dankjewel, dankjewel. Ja, we zijn hier in een sporthal en we zijn hier niet zomaar. We gaan touwtjes springen. Maar dan wel heel cool en met kunstjes en zo. En ze noemen het hier rope skipping. Ooit al gedaan? Ik heb het nog nooit gedaan. En ik heb het eigenlijk ook nog nooit van dichtbij gezien. Dus ik ben kei benieuwd. Wat gaan we lukken? Ik ook. Zeg, voordat we gaan springen, eerst een paar vraagjes. Want ik had op je Facebook zien verschijnen dat jij iets met dansdate aan het doen bent. Aha. Vertel. Ja, dansdate is momenteel volle bak aan het uitzenden. Hè. Een spannende aflevering met allemaal bekende koppels. En er is mij de eer te beurt gevallen om het publiek daar elke keer op te warmen. Dus wat doe ik elke vrijdagavond, vlak voordat de mensen zeg maar het programma op tv zien, ben ik bezig met het publiek wat op te warmen. En kun je dat trouwens zien op het internet, heb ik pas echt ontdekt. Ja, je kunt dus naar VTM gaan kijken en dan op de site kun je mijn opwarming al volgen. En heb je stiekem ook een favoriet koppel, maar zodat niemand anders staat buiten wij dat weten? Oké, dat is een heel, heel klein geheimpje. Sean en Allison. Ik vind dat zijn zo'n lieve mensen en die doen keihard hun best. Het zijn allemaal lieve koppels daar niet van, maar Sean en Allison, ja, die twee, ja, toch een klein beetje favoriet. Ja, ja. Zeg, in juni en juli en augustus stond je eigenlijk op het grote podium van Disney, I Love Disney Channel on Tour. Toen mocht je eigenlijk prins spelen. Hoe voelde dat eigenlijk? Ja, dat was wel cool. Dat was eigenlijk heel cool. Ik heb zo een job waarvan ik mag zeggen dat ik elke keer dingen mag doen waar dat ik zelf zo heel erg happy over ben. Maar de Disney Channel Zomertour was, ik mag dat niet zeggen eigenlijk, ja, maar dat was toch een van mijn hoogtepunten. Dat was gewoon super cool, want Noah was er ook bij elke keer. En heel veel andere artiesten. Dat was een hele goede ervaring voor mij. Ik heb daar weer heel veel van geleerd. Ik heb mezelf heel hard uitgedacht, want ik kan niet dansen. En dat moest ik wel doen. Nee, dat was de max. En dat was eigenlijk uw eerste ervaring met het prins zijn, hè? Maar binnenkort komt daar nog iets nieuws aan op het theater, hè? Het zal wel zijn. Ja, binnenkort ga ik weer naar de grote planken met de musical Assepoester. Ja, dus vorig jaar heb ik, voor zij die dat misschien weten, de prins mogen spelen in Doornroosje. En we zijn daarmee in Antwerpen, Gent, Oostende en Hasselt geweest. En nu gaan we diezelfde steden afreizen, maar met het sprookje Assepoester. Wauw, zo spannend. Ja, dat is keispannend. Ja, je hebt heel veel dingen gedaan dit jaar, hè? Maar wat staat er in 2015 nog op je to-do-lijstje? Zijn er al plannen gemaakt? Er zijn verschillende plannen. Het is te zeggen, de Ketnetband gaat onherroepelijk hard verder. En dit jaar meer dan ooit, want de Ketnetband bestaat, ik vind het zelf te gek voor woorden, maar al 15 jaar. En wij gaan dat vieren met een heel groot verjaardagsfeest. Het is te zeggen, we gaan heel België afreizen voor met alle Ketnetters en alle andere kinderen een feestje te bouwen. En voor de rest speel ik heel veel theater. Maar niet op de grote planken. Ik doe dat voor Uitgezonderd Theater. Dat is een bedrijf dat zich eigenlijk specialiseert in theater voor jongeren en kinderen. Dus wij gaan, ik en mijn collega-acteurs, naar scholen om verschillende stukken te spelen. Dus daar ben ik eigenlijk grotendeels mee bezig. En dan zo af en toe, weekend om weekend, mag ik mijn baard afscheren om een 8-jarige jongen te spelen in de reuzenperzik van Roald Dahl. Oh. Dus het is heel, heel veel variërende dingen, maar het is de max. Wel, superleuk. Zometeen heb ik nog meer vraagjes voor jou. We zijn het zo net al, de Disney eigenlijk van de zomer, maar daar hoorde natuurlijk ook een bijhorende videoclip bij je. Wil jij het liedje aankondigen? Bah, heel graag. Ik zou zeggen, lieve vrienden, jongens en meisjes, geniet van Can You Feel It van de Disney Channel Zomertour. Dit was de nieuwe van Taylor Jones, Emergency. En nog meer Thomas van Goed en Weetjes, want het is tijd voor 10 snelle vragen. Ben je klaar? Ja, helemaal. Okay. Ben je braaf geweest dit jaar? Heel braaf. Wat kan er bij de Sint-periode zeker niet ontbreken? Chocolade.
Welke Sinterklaas-lekkernij lust jij het liefst buiten chocola? Ja, dat is zeutig, maar mandarijnen. Wat is het coolste cadeau dat je ooit van de Sint hebt gekregen? Oeh, ah shit. Ik heb zoveel coole dingen gekregen van de Sint. Het coolste moet, denk ik, een Gameboy geweest zijn. Dat was heel lang geleden, voor alle duidelijkheid. Eén groot cadeau of vele kleintjes? Vele kleintjes. Waar kan de Sint jou het meeste plezier mee doen? Met elk jaar een hoop zwarte pieten. Valas, hè? Wat steekt er allemaal in je schoentje? In mijn schoen zit er heel klassiek een wortel, suikerklontjes en een duvel. Als ik aan Sinterklaas denk, dan zeg ik... Het is koud. Nee, ik weet het niet. Als ik aan Sinterklaas denk, dan denk ik aan de wijze woorden van de Sint. Er zijn dit jaar geen stoute kinderen. Bestaat niet. Ja. Wat is jouw favoriet Sinterklaasliedje? Hop, 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 paardje in galop. En die beste Sinterklaas die brengt ons heel veel speculaas, altijd in galop. Hop, 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 hop. Hey. Ja, en eigenlijk de tiende vraag, dat was zingen je favoriet Sinterklaasliedje. Dus bij deze is dit ook al gebeurd. Wel, dat weten we ook weer al. Wel, ik stel voor dat we naar jouw laatste videoclip gaan kijken van de Ketnet Band. Kondig jij hem aan? Graag. Het laatste nummer van de Ketnet Band, geniet ervan. Dat is het nummer Jong Zijn van de Ketnet Band. Voilà. Ja, Thomas, het moment is aangebroken. We zitten hier klaar om eraan te beginnen. Ja. Heb je... Ja. En? Ja, ik heb er zin in, denk ik. Ik vind het wel spannend eigenlijk. Maar voordat we in actie schieten, eerst nog een woordje uitleg van Lien. Ja, Lien, hoe kan je ons op één les een beetje een pro maken? Heel hoog springen en blijven oefenen. Zeker niet opgeven. Want vanaf welke leeftijd kan je eigenlijk rope skipping doen? Vanaf 7 jaar, maar we hebben ook een volwassen groep. Dus het is echt van klein tot groot dat je iedereen kan rope skipping komen doen. Zeg, wat vinden jullie eigenlijk zo leuk aan rope skipping? Het is goed voor de conditie. Je krijgt er goede spieren van en je kan er veel van bijleren. Oh. Spieren? Heb jij al veel spieren? Ja, ik heb er ooit gehad, maar ze zijn nu... Zeg, hoeveel uren per week trainen jullie zo? We krijgen 3,5 uur les en het is ook heel leuk. Oh, dat is toch al wel heel veel. En hoe lang doe jij het al? Al 16 jaar. Want jij geeft les, hè? Ja, ik geef les en ik spring ook zelf in een demoploeg. En kan je ons enkele tips geven? Hoe beginnen we er eigenlijk aan? Zeer belangrijk is om heel goed te luisteren en stap voor stap te volgen wat ik jullie ga vertellen. En wat ga je ons vertellen? Zullen we eraan beginnen? Ja, we zullen eraan beginnen. Oké. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja! Let's move. Leuk. Ja, ik zou zeggen, iedereen die aan het kijken is thuis, als je een touw hebt liggen, maakt niet uit wat voor een, probeert het. Het is moeilijk, maar ik heb een workout gehad precies. Ik heb keiveel energie, dus zeker probeer het thuis. Zeg, Lien, als onze boys en girls wat meer informatie daaromtrend willen, heb je ook een website? Ja, we hebben onze eigen website, dat is www.rsc-rivierenhof.be. Of de website van de Belgische Ropeskipping Federatie, dat is www.brsf.be. Daar vind je ook heel veel informatie terug. Dankjewel, Lien. Wel, wij gaan kijken naar muziek. Hier is Laura Omloop met meer. Ja, Thomas, voor ik jou laat gaan, heb ik nog de Thomas van Goetem muziek top 3 nodig. Ja, de top 3. Ik heb er goed over nagedacht. Laat ons gaan. Op 3.
Ariana Grande met Breaking Free. Vind ik een hele goeie. Ja. Op 2, een topschijfje. Ik voel me sexy als ik dans, van Nielsen. Mm-hmm. En op 1, omdat het dan toch Sinterklaas is, zou ik zeggen Kathleen met Sinterklaas kapoentje. Om toch in de sfeer te blijven. Dat vind ik een hele goede nummer 1. Ja? Ik vond het heel erg fijn dat je erbij was. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wat zou wel zijn. Ik voel me helemaal fris en fruitig nu. En ik heb nog een klein cadeautje voor jou. Maar. Naar aanleiding, ja, naar de aanloop van de kerstdagen. Oh, wat mooi. Voor een lekker warme choco. Dank je wel. Oh, dat gaat smaken. Ah, merci. Voilà. Ziezo, deze aflevering van Kids Hits vanuit Ropeskipping Rivierenhof zit er helemaal op. Hopelijk hebben jullie ervan genoten en zie ik jullie volgende keer weer. Check ook mijn website noaniel.com voor de laatste nieuwtjes en graag tot volgende keer. Ciao!